lekker gerecht van visdag is een opgevulde gerookte makreel met quinoa-salade. Wat heb je voor nodig? Onze gerookte makreel natuurlijk, die mooi op zijn geheel blijft. We gaan die een beetje uitholen en we ons vlees hebben om te mengen met de quinoa-salade. We gaan er voorzichtig voor aan te werk gaan, want het moet zo een beetje in één geheel blijven. Probeer dat met een lepeltje er wat uit te halen. Je zult zien, midden zitten daar grote graten in. We gaan die dus ook verwijderen. Hè. Vandaag heb ik geluk dat mijn makreel mooi op zijn geheel blijft. De velkant is mooi gerookt en daardoor wat steviger. En dat is perfect om alles eruit te halen. In het midden hebben we zo'n grote graat zitten en we gaan die er ook voorzichtig uithalen. Het is een beetje prutswerk, maar het resultaat zal er zijn. Zoals je ziet, moeten we voorzichtig te werk gaan. In de grote stukken is het gemakkelijk om uit elkaar te trekken en hebben nog een paar kleine graatjes, maar vooral de grote graten zijn eigenlijk aan deze kant van de middengraat. En dan kunnen we dat mooi mengen. Als alle stukken mooi opgekuist zijn, gaan we onze makreel mengen met de quinoa. We zitten maar even geduld hebben, maar dat komt wel goed. Zo hebben we allemaal het vlees van onze gerookte makreel. We gaan daar nu kersttomaatjes aan toevoegen. Doe tricolor. Snijden die gewoon in de helft. Nou, hier hebben we onze lente. Hè. Die gaan we fijn snipperen. Droog binnen. Een beetje pieterserie fijn hakken. Dat is fijn genoeg. Mag er ook bij. Nou, die zal ik een beetje mengen. We gaan er ook onze boontjes bij doen. We gaan die ook een beetje fijn snijden. Die boontjes hebben we al voorgekookt, hè, en laten afkoelen. En een beetje pesto. We gaan beginnen met een goede koffielepel. We hebben dan ook onze zwarte pittenolijven. Die gaan we ook een klein beetje grof hakken. Het is gemakkelijk om eronder te mengen. En voor een goede smaak ook een beetje verse basilicum. En we gaan wat blaadjes overhalen voor straks af te werken. We hebben natuurlijk ook onze quinoa. We gaan eerst een klein beetje toevoegen. We zien dat wel. Beetje bij beetje. Of dat we er moeten bijmengen of niet. En dat gaat zo mooi in elkaar kleven. Met die gerookte makreel. Een beetje olijfolie. Ook voor de binding en voor de smaak. Ik ga daar een beetje peper bij doen. Met zout zou ik oppassen omdat daar al onze gerookte makreelfilet in zit. En die is al zoutig op zich. En dan ook een klein beetje limoensap. Dat gaat zorgen voor zo tegenover de vettige structuur een beetje de frisse textuur in onze salade. Zo, onze quinoa salade is afgewerkt met de gerookte makreel. We gaan er een klein beetje op bord als basis leggen. En dat is qua versiering. Dat mag zo willekeurig verspreid worden. Dan nog een klein toefje basilicum pesto tussendoor. En dan ook nog een paar tomaatjes, een basilicumblaadje. En die gaan we het moeilijkste van al doen. Dat is onze makreelfilet terug opvullen met de quinoa salade. We drukken dat voorzichtig aan op de velkant. En we beginnen met een kleine laag. En stelselmatig maken we dat een beetje dikker. We gaan nu elke keer zo proberen om die velkant een beetje naar elkaar te krijgen. Zodat we terug een pakje krijgen. We duwen dat een beetje aan en pakken dat voorzichtig op en we leggen dat op onze schoven. Zo, dit is onze opgevulde gerookte makreel met quinoa salade. Ideaal voor op visdag.